Samen kerk, samen sterk. De digitale Pinksterconferentie. Ja, digitaal, maar we zijn wel in het hele land. Annemarie, waar ben jij nu? Wat dacht je? Op de camping. La 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 la. Weet je hoe lekker het hier is? Ja, ik kan niet wachten om ook naar buiten te gaan. Het kan alleen nog met een eigen toilet. Maar er zijn echt mensen die vet aan het kamperen zijn, Eunice. Nou ja, jij hebt ook al een soort mini-opwekking meegemaakt. Kom even mee. Naar een van die tenten die hier is neergestreken. Partytent.nl. Nou ja, dat wil zeggen, moet je kijken. Partytent. En een familie bij elkaar. De evenementenmanager van de Heigraaf in Woudenberg, waar ik hier ben. Peter, goedemiddag. Een hele goede middag. Is het een beetje lekker hier? Het is absoluut genieten, zoals je ziet. Het is voor veel mensen echt een plek om met veel plezier naartoe te gaan. Het is allemaal heel anders, maar superleuk, mooi weer. Ja, als ik even beschrijf waar we nu zijn. Dit zijn seizoensplekken. Twee caravans in het midden, een mooie partytent. En daar twee families met opa en oma op de achtergrond. Je zou bijna vergeten dat we in zo'n gekke tijd zitten. Bijna wel, maar dat doen we niet. Want er zijn heel veel dingen die heel anders zijn. Met Pinkster is dit eigenlijk een plek waar mensen naartoe komen om te genieten, maar ook om samen te komen. We hebben hier vaak iedere zomer hebben we diensten, maar ook met Pinkster en Hemelvaart. En gaat nu natuurlijk niet door. Nee, en jij bent ook voorganger. Ja, naast man van de gezelligheid en een beetje een bruggenbouwer ben ik ook voorganger, ja. En dus was daar geen dienst met Pinksteren? Nee. Hoe raar was dat? Heel raar. En we hebben nagedacht van, zullen we nog iets kunnen aanbieden online? Maar er zijn zoveel kerken die dat al doen. En we geloven wat dat al gaat, dat het belangrijk is dat mensen het verhaal horen. Zoals we ook zeggen, het grote nieuws. Mm-hmm. Maar het hoeft dan niet per se via ons, via die kanalen. Dus we hebben toch besloten om het niet te doen, maar het is gewoon wennen. Ja. Normaal zijn we hier met 900.000 man in een zaal. En dan is het altijd heel bijzonder. Een soort kleine opwekking op de Heigraaf. Ja, en nu is dat net even anders. Maar toch heel gaaf dat we met elkaar hier kunnen zijn. Een kleine opwekking op de Heigraaf, terwijl we de digitale Pinksterconferentie ook met z'n allen beleven. Absoluut. Anoushka, de vrouw van deze tenten. Terwijl de microfoon even wordt schoongemaakt en wordt doorgegeven. Ik zei het al, een gezin met drie mooie meiden, opa en oma, die daar niet in het zonnetje, maar juist in de schaduw zitten. Was je al van plan om te gaan kamperen? Jazeker, we waren zeker al van plan. We hebben er echt wel over nagedacht. Hoe gaan we dat doen met mijn ouders? Met 1,5 meter afstand. Mm-hmm. We hadden eerst... vroeger gingen we gewoon met elkaar in de caravan zitten en eten. En nu is het opa en oma in de caravan. En wij als gezin in de voortent. En s'avonds was het met de avondeten. Het ene gedeelte onder de partytent. En een ander hier onder de parasol. Apart buiten eten, maar toch met elkaar. Jonge, dat was even een organisatie. Zeg maar, het spontane was er even vanaf. Zeker. Heb je eigenlijk getwijfeld van zal ik wel? In het begin wel. Want ja, geen douche, wel wc's. Hoe gaan we de douche doen? Laten we het gelijk... Hoe douche jij? Of gewoon even 2 weken niet? Ja, nee, we douchen zeker. We hebben een hele mooie douchetent hier aan het eind. En kraantje kan via de badkamer vanuit de caravan naar buiten. En dat kan helemaal mooi dicht. En mijn moeder die is dan zeg maar de waterdrager met warm water. En je kan heerlijk douchen. We hebben wel een douchemevrouw nodig die het kraantje aan en uit wil zetten. Maar het gaat fantastisch. Hey, terwijl je mij hier op de achtergrond lekker aan het kleuren zijn. En ik zei het al, jullie seizoensplekken hier op de Heigraaf. Ja. Mag je de microfoon weer even neerleggen en schoonmaken met een doekje. Want Peter, evenementenmanager Peter. Peter, kom er nog even bij, jongen. Ja, het leven op de camping, Eunice, is zo ontzettend spontaan dat je natuurlijk nog steeds praatjes maakt met iedereen op 1,5 meter afstand. En wat doen jullie dat netjes zo met de doekjes, helemaal klaar, heel goed. Is. Ja, ik noem het gewoon even. Ja, en voorganger, het kan allemaal in één. En jullie bereiden je voor op een nieuw seizoen. Daar zit één van die meisjes daar te kleuren. Maar die had een goed idee voor hoe jullie hier het kinderprogramma kunnen doen in de zomer. Ja, dat klopt. Dat klopt, want we hebben natuurlijk heel veel kinderen. En dat zijn er echt soms heel erg veel. En we hebben het probleem dat boven de 12 jaar, dan is het opeens natuurlijk toch grote mensen. Dan moeten we op gaan passen en daaronder niet. Het kinderwerk bestaat uit 4 tot en met 9 normaal. En dan heb je natuurlijk ook nog 10, 11, 12-jarigen. Die zouden daarbij kunnen gaan helpen. Ja. Dus ze kwam met die brief en ze zegt, hey, is dit misschien een idee? Kunnen we het dan op die manier doen? Toen hebben we gezegd, daar gaan we heel goed over nadenken. En we hopen van de zomer en we gaan er ook vanuit. We zijn bezig met een programma op te zetten en we gaan er wat leuks van maken. En natuurlijk met jouw ideeën erin meenemend. Ja. Nou, dat belooft veel goed voor deze zomer. Terwijl het campingleven voluit gevierd wordt. En ik, Eunice, nog even onder de parasol vandaan kom. Even om de cameraman heen. Zal ik een duik nemen? Oeh, Annemarie bij het zwembadje gaan. Pas op voor de microfoon. Maar ga, stort je erin. Heerlijk. Ik zou willen dat ik dat op dit moment kon doen. Oh, dat klinkt goed. Heerlijk.
Hoor het water klotsen bij Annemarie. Dankjewel, hè. Het ziet er fantastisch uit. Groot Nieuws.